Stel je voor, er vindt een staatsgreep plaats in je thuisland en je moet vluchten. Maar door alle stress stort je volledig in en beland je in een kliniek. Je wordt door psychoanalist Sigmund Freud seksueel gefrustreerd verklaard. En daarna 2,5 jaar zonder jouw toestemming opgesloten. Dit overkwam de dove prinses Alice van Battenburg, de schoonmoeder van Queen Elizabeth. Na haar ontslag uit de kliniek zwierf Alice 5 jaar rond en kwam ze tijdens de Tweede Wereldoorlog terecht in Athene. Daar hielp ze onderduikers en zou ze later een nieuwe Grieks-orthodoxe kloosterbeweging oprichten om vele zieken te verplegen. Bij de tweede staatsgreep die Alice meemaakte, kwam de Queen zelf in beweging. Ze nodigde Prinses Alice uit om op Buckingham Palace te komen wonen. Toen Alice 84 was, ging haar laatste wens in vervulling. Ze werd begraven op de plek waar Jezus zijn laatste uren doorbracht, in Jeruzalem.